Sinds de geboorte van het gemeenschapsontwikkelingsprogramma Konawang van het ministerie van Sport en Jeugdzaken zijn er nu 4 multifunctionele centra operationeel. Na Para, Ramgulam en Flora was het gisteren de beurt aan Beekhuizen. Op het APSO speelveld was het feest voor de kinderen van Beekhuizen en omgeving. APSO is opgericht in juli 2005 en staat voor Abrabroki, Beekhuizen, Saron en omgeving. Alle sprekers drukten de jongeren op het hart om verantwoordelijk om te gaan met het centrum. De kinderen zullen van maandag tot en met vrijdag educatief, informatief en ook recreatief bezig gehouden worden. Het 4e Konawang Multifunctioneel Centrum is officieel geopend door directeur Rachel Koningsbloem van het directoraat Jeugdzaken. Zij vertegenwoordigde minister Faisal Abdul Ghafoor. Beekhuizen heeft een locatie waar jullie elke middag niet alleen kunnen sporten, maar zeker ook aan creatieve vaardigheden kunnen doen. Jullie zullen leren om met muziekinstrumenten te bespelen, zang, creatieve vorming. Eigenlijk onder één noemer zullen jullie je vaardigheden helpen ontwikkelen. En daar gaat het om bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het ministerie is er om jongeren op een dusdanige manier bezig te houden buiten schoolverband, zodat zij zich niet bezighouden met dingen die wij eigenlijk niet goed vinden. Want wanneer jullie geen locatie hebben om creatief bezig te zijn, dan gaan jullie op de hoeken staan en dat willen we niet, toch? Koningsbloem drukte de kinderen op het hart dat het centrum van hun is en dat ze er flink gebruik van moeten maken. Konrad Acton, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, gaf aan dat het Nationaal Jeugdparlement erop zal toezien dat dit project goed wordt uitgevoerd. Wij spraken met enkele jongeren. Chefelli, hoe oud ben jij? 9 jaar, wat doe ik? Oké, Chefelli, je bent vandaag hier gekomen. Hoe heb je dus gehoord over de Konawang-activiteit? Op school. Wat hebben zij op school verteld? Als je kan komen om te sporten. En wat wil jij vooral hier zo leren? Dansen en dingen spelen, voetbal. Ik heet Lionel met jou. Hey Lionel, wat ben je precies hier zo komen doen vandaag? Ik ben komen kijken waarmee ze hier bezig zijn als ik me ook aan kan passen. En van wat je tot nu toe hebt gezien, denk je dat het iets is voor jou? Nog niet hoor. Wat denk je dat meer iets voor jou zou zijn? Ik zou graag mee willen doen aan muziek, drum, zo een beetje. En wat sport betreft, wat zou jij graag voor Beekhuizen, voor wat sport betreft willen? Ik denk slagbal. Slagbal, ja. Hoe vind je dat het ministerie eigenlijk in elke buurt bezig is met dit programma Konawang voor de jongeren? Ik vind het goed. Goed voor de jongeren. Zodat ze zich bezig met iets kunnen houden. Dat ze geen andere dingen gaan doen. En als er nou eindelijk komt wat jij graag wil hebben, bijvoorbeeld drum, denk je dat jij andere buurtgenoten, andere vrienden van de buurt ook wel uit gaat nodigen om hier naartoe te komen? Ja, jammer. Enkele jongeren die hun mening hebben gegeven over het Konawang-project van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, waarvan gisteren een 4e multifunctioneel centrum geopend is, de Beekhuizen.